Dames en heren, vanwege het eclatante succes van het eerste seizoen van Praten met Pepijn, presenteer ik u seizoen 2. Vanuit een nieuwe setting, grandeur, plusje, lakschoentjes, uitkijkend over het festivalhart van het Nederlands Filmfestival, presenteer ik u vanuit het Apollo Hotel in Utrecht, seizoen 2 van een programma waarin ik bekende mensen uit de film- en televisiewereld het hemd van het lijf vraag. En vandaag is mijn gast Ruben van der Meer. Ruben van der Meer, welkom bij het tweede seizoen van Praten met Pepijn. Leuk om hier te zijn. Ja. Ik vind het een leuk programma. Fijn. Ik heb het vorige seizoen gekeken. Oh, leuk. Dus was leuk. Humor, ja. Vond je het humor? Ook wel informatief. Ik bedoel, Hadewig Wieners, ik wist niet dat zij zong. Humorvol en informatief. Even voor de mensen die jou niet kennen. Je bent bekend als Hakkebar, daar ben ik nog mee opgegroeid. Sketchprogramma live opgenomen met Horeca Cohen. Acteerlessen in Horus. De... Horeca, dan zou hij eindigen op een A. Hier staat... Dat is verkeerd geschreven. Nou, ik heb het zelf getypt. In ieder geval, hij werkt wel in de horeca ook. Dus daarom is het wel weer grappig. Acteerlessen heb je gevolgd bij de Herbert Berghoff Studio in New York. Ja. Daarna de acteerstudio in Den Haag. Lama's heb je gedaan, dat is je vergeven. En daarna was je acteur in Patatje Oorlog, de president Plan C dat van Godlof. En nu de openingsfilm van het NFF, J. Kessels. En hoezo vergeef je me dat? Wat? Van de lama's? Beetje groep 8 natuurlijk. Even over de openingsfilm. Groep 8? Nou, nee goed, laten we het vergeven. Ja, nee, laten we het, gewoon... het zij je vergeven. Ik bedoel... Goed, nee, kijk, ik natuurlijk als acteur en cabaretier weet natuurlijk de tricks van het vak. En dit zijn groep 8 trucjes? Nee, ik heb de toneelschool gedaan, toen deden we dat natuurlijk ook. Maar laten we gewoon even teruggaan op... Dus je weet het ook, je doet het ook? Ik doe het niet. Nee, ik ga niet voor gek lopen. Ik wil het even met je hebben over de film. Jij speelt daar een frikandellenkoning. Ja? Wanneer liep ik voor gek? Je vond dat ik voor gek liep? In J.F. Kessels? Nou, dus ja, daar speel ik gewoon ook een character. Net zoals bij de Lama's dat ook deed. Maar het is prima, je hebt er veel geld mee verdiend. Ja. Mensen keken maar je kan dus wel goed improviseren. Ja, dat is mijn vak. Maar je doet het niet, zeg je net. In mijn cabaret-shows improviseer ik vaak met het publiek. Maar dat is een beetje hetzelfde natuurlijk als bij de Lama's. Snel reageren, actie, reactie, pats. Ja. Oké, klasse. Dat is natuurlijk wat klasse. Ik doe. Dus als ik zeg, beter niet bij de tandarts. Is dit een ontwaar? Nee, nee, bijvoorbeeld. Ik dacht de actie-reactie, pat. Wil je dat ik nu iets... Okay. Is natuurlijk... zet ik je voor het blok. Nee, beter niet bij de tandarts. Dus ja. Hey. Moet ik een zinnetje zeggen? Moet ik een zinnetje zeggen? Of moet ik spelen? Ga gewoon. Beter niet bij het kan van alles wijzen. Beter niet bij de tandarts. Bedoel, vergeet het anders. Okay, laat het ander doen. Ja, weet je wel, dat is het ook. Dan heb je er alweer te lang over nagedacht. Ja, en dan okay. Vergeet het niet. Ja. Beter niet op de voicemail van Albert Verlinde. Hey Albert. Met je dikke pik. Even maar, over de... Dat was het. Met je dikke pik. Lijkt me niet verstandig om Albert Verlinde op te bellen en te zeggen... Met je dikke pik! Nee, zeker. Met je dikke pik is in principe altijd vrij grappig. Of kan vrij vaak heel grappig zijn. Even over J.F. Kessels. Ja, met je dikke pik. Dat is mijn grap. Oh, nu is hij voor jou ook. Ik vind... Kijk... Ik vind het vaak gewoon een beetje... grappig. Wil je echt weten wat ik van de Lama's vind? Ja, zeker. Ik bedoel... Ik vind het vaak een beetje makkelijk. Want je vindt het improviseren makkelijk? Wat vind je makkelijk? Makkelijke humor. In tegenstelling tot moeilijke humor. De mensen in mijn zaal moeten nadenken over de dingen. Doe dan eens wat van die moeilijke humor van jou. Zou ik een moeilijke grap doen? Doe een moeilijke grap. Ik ben geen alfaman. Je bent namelijk geen alfaman. Als je een nieuwe persoon tegenkomt. Je kijkt diegene aan. En als je dan in zijn ogen ziet dat hij denkt, ik haat je, want jij maakt iedere zondag bouwpakketjes thuis, dan ben je geen alfaman. Moet je over nadenken? Ja, zeker. Zeker moet ik erover nadenken. Dus dit was moeilijk humor. Dit was een moeilijke grap. En zoals je hoorde, vonden de mensen het hartstikke leuk.
Maar we zitten hier met z'n tweeën in een hotelkamer. Ik zie hier één gast staan. Vond jij het leuk? Ik heb jou ook niet horen lachen. Wat begreep jij dan? Of wat zei je? Oké, okay, wil je een makkelijke lama-improvisatie zien? Ja, oké, okay. Okay, hit me. Oké, okay, beter niet bij de McDrive. Autootje, raampje. Brrr. Hallo, mag ik één Big Mac met je dikke pik ertussen? Ja, echt. Weet je, ik heb er nog één voor je. Doe een C-cabaretier die eigenlijk helemaal niks kan. Want het is gewoon between two ferns, wat je daarna doet. Met publiek wat er niet is, net als in die zalen van je. Doe het. Go. Go. Ja. Doe Fama naar Kessels. J. Kessels, je speelt daar een frikandellenkoning? Ja.